De brand vannacht aan de Voorstraat in Utrecht komt door kortsluiting. In bordeelhuizen Mona brak brand uit. Er kwam veel rook vrij en er is schade. De prostituees die zijn flink geschrokken. Het Holdok-restaurant onder het sekshuis denkt ondanks alles vanmiddag gewoon open te gaan. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen. Voordat de brand in de plaats was, was iedereen al uit de woning. Er wel melding van flinke rookontwikkeling uit de woning. Daarom is ook gelijk opgeschaald door de tweede tankautospuit die kant op te sturen. En uiteindelijk heeft de brand het klein kunnen houden en met twee stralen hoge druk kunnen blussen. Ook kippenvlees wordt nu gecontroleerd op fipronil. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht bekeek eerder al de eieren. De pluimveebedrijven waar fipronil is gevonden, die zijn nu geblokkeerd. En dat nu ook vlees wordt onderzocht, is een extra veiligheidsmaatregel. Alleen bedrijven die zowel leghennen als vleeskippen houden worden bekeken. En dat zijn maar weinig bedrijven. En dus is de kans dat er iets wordt aangetroffen heel erg klein. Gemeentes reserveren vooral ruimte voor auto's en niet voor fietsers en voetgangers. Dat zegt Milieudefensie in een nieuw onderzoek. In Utrecht nemen de auto's meer dan de helft van alle ruimte op straat in beslag. Voetgangers krijgen 1/3, fietsers iets meer dan 10% van de ruimte. Volgens de Utrechtse organisatie moet wandelen en fietsen meer prioriteit krijgen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De zomer valt niet mee voor ondernemers in de regio. Deze bootverhuurder in Breukelen verhuurt wel wat, maar het is niet veel. Telkens worden er donkere wolken en regen voorspeld. En dat houdt de boten aan de kant. Maar toch is de ondernemer een optimistisch mens. Kijk, we hebben nog 1,5 maand. En als het nou net zo gaat als vorig jaar, toen september en oktober bloedheet was, nou, dan maken we weer alles goed. De huldiging van de Oranje Leeuwinnen gisteravond is goed verlopen. Zeker 22.000 mensen kwamen op de voetbalvrouwen af in de stad. Park Lepelenburg moest daarom zelfs dicht. Er waren wel klachten over te weinig drinkwater. Daarom gaf de EHBO gratis water weg. Al met al is het een goed feestje geweest, zegt de loco-burgemeester Krijkamp. Dit was een fantastisch publiek van jong, oud. Iedereen uit de stad en omgeving uit het land was op deze huldiging afgekomen en geen onvertogen woord. Een prachtige sfeer. Ja, ik zou bijna zeggen, zo hoort een goede huldiging te zijn. Minister Schippers zou ook nog komen. Die werd zelfs al aangekondigd, maar ze was uit het programma gehaald. Blijkbaar wist de presentator daar niets van af. En code geel is vandaag van kracht. Er kan zware regen vallen in de regio vanmiddag. En er is kans op onweer, hagel en windstoten. Het KNMI adviseert om water en open gebied te mijden en niet onder bomen te schuilen. De temperatuur die komt uit rond de 22 graden. Vanavond kan er ook nog een bui vallen, maar vannacht klaart het op. En dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Tot zover uw nieuws. Meer nieuws vindt u in de app of op onze website rtvutrecht.nl.